Voor ons is dit een belangrijk evenement. We zijn ook erg verheugd en trots dat we dit mogen kunnen organiseren. Het is het grootste schaakevenement dat ooit in een bos heeft plaatsgevonden. Het vorige is heel terug, dat is in de geschiedenis. En dan spreek ik dat is ooit op 8 november 1935. Is hier de 16e partij in de tweekamp tussen Aljessien en Vlaanderen. Dus, zoveel jaren later, 22 jaar later, is dit het tweede grote schaakevenement. Waarom organiseert hij dit? Want de meeste staan dit al 70 jaar. En de reden nummer 2 is, we zijn 5 jaar geleden zijn we met een ambitieus plan begonnen. Ons eerste team zat toen in de kelder van de eerste klasse. En toen was we met onze eigen jeugd zo snel mogelijk in de eerste klasse gekomen. Dat lukt ons toen het tweede jaar met de behulp van onze sponsor. En nu 5 jaar later zijn we verbeterd in de club naar mij gekomen. Dat is de reden waarom we dit hier doen. Vandaag is de slotronde. En dan is het een definitieve beslissing over de kampioenschap. Hier aan de Rossenhoek van mij doen. En dan is het deze galactie. Het is 15 jaar. Ik ga gewoon hier heel veel partijen tegen de Groningen, onder leiding van de heer Van Beekom. Dan superkort Amsterdam tegen LSG Leiden, onder leiding van de heer Blom. Utrecht tegen HMC Kogen, onder leiding van de heer Goud. SO Rotterdam tegen SO Enschede, onder leiding van de heer Dion. En SOP Nijmegen tegen HSG Hilversum, onder leiding van de heer Trots. Dan dat huishoudelijke mededelingen. De ketenen, zoals jullie gezien hebben, die is achter in de zaal. De analysezaal, die vindt u hiernaast. De klasdeur uit aan uw rechterhand. De toiletten zijn achter de klasdeur in deze te vinden. Er mag hier in dit gebouw absoluut niet gerookt worden. Daarvoor moet u bij de analysezaal, bij die uitgang, achter die klasdeur is een uitgang, daar kunt u buiten roken. Het is absoluut niet te bestaan dat de klasdeur niet kunnen gerookt worden. Thank you.